Dat zit hierin. Ja, een jongetje. Nee. Als ik dit train, krijg ik dan grotere borsten. Leeft jouw vader nog? Nee. Dat dacht ik al, dus al, dat voelde ik al. Hi, leuk dat je kijkt naar Paranormale Pubers. En in deze serie volgen wij jongeren die net even anders zijn dan anderen en een zesde zintuig hebben. Nou, dat is niet altijd even makkelijk en daarom schakelen wij de hulp in van paragnost Liesbeth van Dijk. En zij is expert in de paranormale wereld. Vandaag ontmoet ik Daniel en die is 18 jaar en woont in Hoofddorp. En je zou hem kunnen kennen van het tv-programma Paranormale Kinderen van 10 jaar geleden. Jij ziet geesten, hè? Is dat een opa of een oma wat je ziet? Opa, oma. Ja. Vriend. Oké. Ik ben heel benieuwd hoe het nu met hem gaat en daarom heb ik afgesproken hier bij de sportschool. Ja, Daniel. Ja. Wat hallo. Goed je te zien. Hallo. Hoi. Yes. Je bent gegroeid. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Je bent groter geworden, want je bent nu 18. Ja, ik ben 18. Oké. Okay. Mag ik meedoen met je? Ja, natuurlijk. Schouders goed in de bank. Rug een beetje bol. En wat train je nu dan? Borst. Oh, als ik dit train, krijg ik dan grotere borsten? Gespierdere borsten, niet per se groter. Oh. Het is maar wat je wil. Ik hoef geen grotere borsten. Hoe zou jij het zelf omschrijven? Noem jij het zelf paranormaal? Ja, voor mij is het niet echt meer paranormaal, omdat ik er dagelijks mee omga. Ja. Het is wel abnormaal, vind ik, maar het is niet meer dat ik echt... kijk er niet meer echt raar van op of zo. Jij bent vaak in de sportschool? Ja, 5 dagen in de week. Oh, dat is best veel. Ja. En waarvoor doe je dat? Voornamelijk om fit te blijven. Ja. Ik vind het wel gewoon fijn om mijn lichaam in beweging te hebben. Hoe ziet jouw paranormaliteit er precies uit? Ik kan energie van dieren voelen. En ook van mensen, want we zijn allemaal dieren natuurlijk. Ik kan overleden mensen zien. Zoals mijn opa of oma of iemand anders opa of oma. Aura's kan ik ook zien. Zeg maar de kleuren om iemand heen. Wat zie je nu bij mij? Ja, ik zie wel een lichte aura, ja. Vroeger kon ik heel goed pijnen voelen van anderen. Maar dat heb ik niet zo heel vaak meer gedaan, dus dan gaat dat lastiger. Oké. Kan jij bepaalde dingen weten van mensen die je eigenlijk niet zou kunnen weten? Ja, dat zou ik wel kunnen doen. Ja, we gaan straks Liesbeth ontmoeten. Ja, wat zou je Liesbeth willen vragen? Ik zou op zich wel willen vragen hoe dat met dat onzekere beetje aan de gang kan. Ja. Want ik merk dat ik heel vaak dingen voel of dat ik dingen in mijn intuïtie dingen tegen me zegt. En dat ik dan denk, nee, maar dat is helemaal niet zo of je hebt het verkeerd. En dat het zit wel een beetje in de weg af en toe. Okay, dus je gelooft eigenlijk niet echt in jezelf? Ik weet dat ik wel zeg maar een gave heb, maar ik geloof mezelf soms niet helemaal of zo. Okay. Nou ja, we doen zo. Ja, goed dat je er bent. Ja. De eerste jongen is Daniel en die ken jij, want die heb jij 10 jaar geleden keer ontmoet. Je meent het. Ja. Wow, wat bijzonder. Daniel die heeft wel nog steeds een vraag voor jou, want het gaat eigenlijk heel goed met hem, maar hij wil toch wat zekerder zijn met zijn gaven. Dus misschien kan jij daar Daniel wel bij helpen. Zeker. Oh, ik vind het wel spannend. Zullen we naar hem toe gaan? Is hij er al? Ja. Nee. Dat is echt super lang geleden. Jeetje, hoi. Hallo. Ik zie je er mooi uit. Dank u. Want mij lijkt het dus heel interessant om eens te zien wat jij kan met je gaven. Ja, want je bent ook heel goed met dieren, Daniel. Ja, die voel je heel scherp aan. Ja. En kan jij dieren nog steeds lezen? Ja, heel erg. Oh, ik vind het hartverscheurend. Oh, dat vind ik wel. Ik zou wel heel graag met jou even naar een dier willen lopen, zo'n hond of zo hier. Ja, dat kan. Vind je dat leuk om te doen? Ja, dat vind ik wel een leuk idee. Als je in het begin dan contact maakt met zo'n hond, hoe gaat dat? Ja, het is eigenlijk. Zie je eigenlijk al een beetje aan die hond wat er zou mee zijn. Mm-hmm. En zodra het eenmaal oogcontact is, dan is er al zeg maar een soort van connectie. En dan vanaf daar weet ik al meer.
Hij is sowieso niet heel oud. Klopt. Nee, oké. Okay. Dat hij sowieso nog niet heel goed luistert. Dat hij heel erg zijn eigen wil heeft. Dat klopt. Maar voor de rest is het een hele gelukkige hond. Dat kan ik wel voelen. Volgens mij houdt hij niet echt van andere honden. Dat valt mee, ja. Niet van ieder hond. Nee. Hij is gewoon meer van de mensen dan van de honden. Ik ga gewoon deze mevrouw vragen. Hallo. Ja, zo moet het gewoon. Daniel. Sylvana. Toen je haar zag, wat dacht je, wat voelde je als eerst? Gelijk eigenlijk al een overleden vader. Leeft jouw vader nog? Nee. Dat dacht ik al, dus al, dat voelde ik al. Ja. Ik zie eigenlijk een man met, draagt hij altijd blouses? Wat draagt hij altijd? Ja. Blouses, ik zie iemand met een blouse. Wat merkt je nog meer aan haar? Ja, dat ze wel een zware periode achter de rug had. En dat ze de laatste 2 jaar echt in een goede vibe zat. Dus ik zie wel dat je momenteel wel in een goede periode zit van je leven. Ja. Niet meer zo, maar dat het wel vroeger wel wat lastiger was. Mm-hmm. Ja. Ja. En nu loop ik weer even vast. Hallo, ik kom hem heel even helpen. Ja. Stop met nadenken. Hij kan het echt wel, maar hij is onzeker. Ja. Lisbeth, kon jou misschien af en toe een beetje helpen? Wat kon jij leren van Lisbeth? Dat minder mijn hoofd ermee moet laten bemoeien. Gewoon meer moet zeggen wat ik voel in plaats van zeggen wat ik denk. Het zit gewoon tussen mijn oren, onzeker. Maar onzeker over wat? Ja, over dat ik het fout zou hebben of dat het niet klopt. Maar wat is fout? Nou, wat ik zeg, dat het gewoon niet klopt. Nou en? Wat dan? Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, voor mijn gevoel is dat gewoon niet zo fijn. Ja, kijk. Hij is dus echt paranormaal. Helemaal geen twijfel over mogelijk. Nee? Nee, en dat heb je. En eigenlijk kan je dat niet wegstoppen, hè? Hey, nou, hallo. Hoi. Klopt het dat dit jullie eerste kind is? Ja. Oh. Wat zit hierin? Ja, een jongetje. Nee. Die zwangere vrouw kwam aanlopen, wat voelde jij toen? Ja, ik voelde eigenlijk gelijk wel dat het een jongetje was. Ja? Ja. Ja, want er was nog iets. Ja, ik voelde dat haar moeder was overleden. Je moeder. En hoe voel je dat dan? Dat vind ik wel een beetje moeilijk om uit te leggen. Dat is gewoon, ik hoor het gewoon. Ik voel het gewoon. Hey, en toen zei je ook een gegeven moment ineens iets over mij. Ja, ik voel eigenlijk ook wel je overleden oma. Ja? Een heel kleine, oud, grijs mevrouwtje met een bril. En ik zie ook wel veel rimpels. Ja, zij had veel rimpels, ja. Ja, kijk, dat heb ik van haar. Ja, dat is echt zo. En zag ze er lief uit? Of... Ja, wel echt zo'n knuffel oma. Ja. Zie ik voor me. Ik zie ook zo'n wandel. Ik weet niet hoe je dat noemt. Ja. Ze had een rollator en daarvoor had ze een soort van ding. Ja, die zie ik, zo'n een stap. Een soort van stapding. Ja, zo'n stapding zie ik. Maar weet je wat onzekerheid betekent eigenlijk? En zeker voor hooggevoelige mensen, paranormaal, want jij bent paranormaal. Is je eigenlijk anders voelen dan de rest? Ja, dat heb ik altijd wel. Ja. Jij bent kleurrijk en bijzonder. Probeer dat te blijven. Word geen eenheidsworst. Nee, dat... Beloof je me dat? Dat beloof ik, ja. Oké, top. Waar heb jij echt iets aan nu? Waar ga je nu mee verder? Dat ik minder mijn gedachten mee moet laten bemoeien met wat ik voel. Ik gewoon moet zeggen wat ik voel en niet moet zeggen wat ik denk. Denk je dat je je nu anders gaat voelen hierna? Ja, ik hoop het wel. Ja? Ja, ik denk het ook wel. Ah, dit was hem weer. En herken jezelf hier nou in? Stuur dan even een berichtje naar onderstaand mailadres. En dan zie ik je volgende week weer. Joe!